En dan nu? Hallo kijkers, op de Nieuwe Brug ligt een dubbel fietspad aan één kant van de weg, met daarop een doorgetrokken streep die de suggestie wekt dat je daar zou moeten lopen. Officieel is er helemaal geen voetpad. Klein bier, denkt u misschien, maar hadden we daar nou niet van tevoren iets anders voor kunnen bedenken? Jan van der Meer was wethouder van verkeer toen de brug bedacht werd. We hebben het hem gevraagd. Oorspronkelijk hadden de architecten bedacht dat dit shared space zou zijn, een pad voor fietsers en voetgangers. Uiteindelijk hebben we als gemeente toch bedacht om het veiliger te maken met onderbroken strepen, omdat het toch twee richtings verkeer is voor fietsers en scooters. En hier een onderbroken of een doorgetrokken streep om de fietsers min of meer te waarschuwen dat ze niet te dicht tegen de brugleuning aan moeten fietsen, anders dan heb je de kans dat ze hun hoofd stoten. Dat is de reden van de wegen voor deze strepen. Maar fietsers en voetgangers mogen gebruik maken, allebei van dit pad. Maar begrijpen wij dat? Want dit is de stoep, de gekleurde steentjes met het bankje. En daar wordt alles fietspad. Ja, maar in een anarchistische stad als Nijmegen begrijpen fietsen en voetgangers heel goed dat je gezamenlijk gebruik moet maken van dit fietspad. Hadden we niet een andere kleur asfalt en geen lijntjes toch dan de... Had gekund, maar rood vind ik een prima kleur voor een stad als Nijmegen. Maar we hebben tot nu toe eerlijk gezegd geen klachten gehad. En als er veel klachten komen de komende jaren, want ja, het is net opgeleverd, dan kunnen we kijken of we moeten aanpassen, maar vooralsnog... Hoeft dat niet. Heb ik nog één vraag? Mm-hmm. Er zijn ook lijntjes op de weg voor de busbaan. Ja. Wat doe je als een bus van noord naar zuid en eentje van zuid naar noord gaat? Want er kan maar één bus tegelijk over de baan. Ja, maar ook een bus kan nog gebruik maken van een autorijbaan. Dus dat is allemaal geen probleem. Dus, mag de bus dan over de dubbele doorgetrokken lijn? Ja. Nee, dat mag die niet. Dat is verboden. Je mag niet met een auto over een dubbele lijn en met een bus ook niet. Ja, nee, laat zeggen niet met een gewoon touringcarbus, maar een lijnbus die mag het wel. Maar de Breng heeft nog geen behoefte om hier lijnbussen overheen te laten rijden. Dus we hebben wel een busstrook, maar we hebben nog geen bussen. Omdat we op de toekomst zijn voorbereid. Dus stel dat de toekomst wel nodig is, dan hoeven we de brug niet te verbreden, want dat hebben we al gedaan. Lees u de regels er nog eens op na, dames en heren weggebruikers. En kijk straks vooral goed uit voor achteropkomende fietsers en uitzwenkende bussen. Maar wij zijn op de toekomst voorbereid. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.